Isa Hoes uit haar verbazing over de trots van Patty Bart op de dramaserie over haar leven. Na het bekijken ervan noemt de actrice het geheel amateuristisch. De serie, die flink onder vuur ligt vanwege negatieve recensies, heeft vooral bij de Volkskrant geen genade gekregen. Een geïrriteerde TV-diva is het resultaat. Hoe kijkt Isa Hoes hier aan? In haar podcast met Mark Marie Huibrechts deelt ze haar dubbele gevoelens. Isa onderschrijft de overheersende mening dat de beelden van de jongere Patty er prachtig uitzien, terwijl die van de oudere versie goedkoop overkomen, bijna als iets uit de tv-kantine. De jeugdjaren van Patty vond ik plezierig om naar te kijken en werden fantastisch vertolkt door Hallie Mae Brood. Zij is echt een soortgelijke Patty, al dus de actrice. Ze vervolgt, het is ook jammer dat ze niet de oude Patty kon spelen, want je voelt gewoon, zij is dit. Het is bewonderenswaardig wat ze heeft neergezet. Het nieuwe gedeelte vond ik lastig, alsof er minder geld, tijd en moeite in gestoken is, zoals ik ergens las. Alsof het budget op was. Het lijkt erop dat dat deel simpelweg niet geslaagd is, al dus Isa. Geen idee. Het oogt anders, bijna amateuristisch en niet op het niveau van Wil Koopman. Het is moeilijk om Eva van de Weideven te zien met een dik maakpak, terwijl haar gezicht dik is, maar haar armen en benen dun zijn. Dat stoort mij aan de serie. Coséotwie tweede host Mark Marie ergert zich vooral aan de continuïteitsprongen in de tijd. Er is geen ruimte om een scène uit te spelen of in het moment te zijn. Mark Marie had ook meer humor verwacht. Ik vind het eigenlijk een beetje te saai voor Patty. Isa, het is te braaf. Mark Marie, ja, het is zo braaf. Het mag wel wat grappiger. Het is braaf en gezapig. Ik gun haar een betere serie. Ze is namelijk heel erg leuk. Ze is echt een moedige vrouw.